Gaat Kylian Mbappé naar Real Madrid? Dit is ons team en Mbappé staat in de punt van de aanval. Laten we simuleren naar het einde van het seizoen om te kijken hoe Kylian Mbappé het heeft gedaan. Het is juni 2023 en dat betekent het einde van het seizoen en dit ziet er heel goed uit. Mbappé is 93. Maar hoe hebben wij het gedaan in de La Liga? We zijn in ieder geval de top 10, dat had ik wel verwacht. Top 5 had ik ook wel verwacht. En we zijn eerste geworden. Echt een groot verschil ook. Maar dan, hoe ver zijn we gekomen in de Champions League? We zijn eerste in de groep. 3-0 van Ajax. En de Supercoppa hebben we verloren in de finale. En in de Copa de España verloren we van Oviedo. Onze topscorers Vini Junior en Kylian Mbappé met 27 en 26 doelpunten. En daaronder Jude Bellingham. En ik denk dat we kunnen zeggen dat de nieuwe aanwinsten voor Real Madrid een succes zijn. En er staat nu een video online waarin je FIFA-punten kan winnen. Dus ga hem zeker kijken.